Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal deze week nog een minimum- en maximumprijs voor autobanden vaststellen. Minister Reshma Kuldeep Singh zei gisteren aan journalisten dat de vaststelling van de tarieven voor banden ook per container zal geschieden. Laten we dit zeggen. Ik had gezegd dat ik binnen anderhalve week met antwoord zou komen, maar natuurlijk heeft het iets langer geduurd. We hebben vrijdag de laatste gesprekken met de sector. Want kijk, ik ben natuurlijk een minister die de sector bij gaat betrekken en de gesprekken gaat voeren. We hebben nog niet helemaal overeenstemming bereikt. Omdat in feite, kijk, banden, de ondernemers zijn niet verplicht om hun kostprijscalculatie in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken. Maar dat wil ook niet zeggen dat men moet overdrijven met prijzen. En die afspraak hebben we gemaakt. We zijn op een goede voet. Volgens Kuldeep Singh worden de laatste gesprekken voor de prijsbepaling vrijdag gevoerd. Ik wil vrijdag daarover echt die discussie hebben. Zij gaan presenteren, wij hebben onze kostprijscalculatie. En dan pas kan ik een antwoord geven. Daarom ben ik even rustig gebleven in de media, niet gekomen. En ik wil met een juiste informatie komen. Ik wil niet met indicaties komen en u dingen gaan vertellen die niet kloppen, waarop ik later weer moet corrigeren. De minister zegt dat de president haar heeft gevraagd om de lijst van basisgoederen uit te breiden.